alsof je een wietplantage zou hebben. Wat een belachelijk gedoe. De woning in handen komen van moslims. Nou, daar heb je helemaal geen interesse in. Ja, dat gebeurt wel. We hebben woningen tekort voor dat volk. Maar wacht, hier moet jij eigenlijk rechts. Hier moet jij eigenlijk rechts. Komt uit die container in Limburg. Oh ja, daar ben ik ook langs geweest. Ja, maar er is ook een kunstgebied in. Oh, wauw. Ja, maar ik heb nog een kopje die deur weer aan. We doen wel heel weinig daar. Eigenlijk is het de gemeente die dat leeg maakt. Die woning. Denk je dat daar mee gaat moeten gebeuren? Oh. Al die spullen verhuizen en moet daar geschilderd worden. De keuken is slecht in Eindhoven. Zo je woning onteigenen. Ja, het is woningnood, hè. Door dat rotvolk. Dat rotvolk wat ze hier naartoe halen. Het rijdt door, hè.
Wel, je gaat mee naar binnen, hè? Je wil niet naar binnen? Die akker mee naar binnen, vergelijken de grootte en de hoogte. Links. Nou, je hebt het wel goed gedaan, want het is voor jou natuurlijk wel erg lastig. Welke? Ja, als hij goed is, wil Willem toch niet kwijt. Natuurlijk, iedereen die betrokken is vindt het niks, hè? Ja. Moet rechts gaan, hè? Rechts. Oh. Ja, rij nu maar rechts. Nee, ga nu ook maar rechts. Oh, ga je links, ja. Oh, we kunnen misschien, we kunnen daar bij hem kijken, die tweedehands winkel. Ook heb ik een keer een radio cassette gekocht, hè? Dat was wel de moeite waard. Een beetje een paar maanden geleden. En dan kunnen we kijken bij die tweedehands winkel. Ja, ik heb daar heel veel geld aan fietsen uitgegeven. En als ze dat gewoon van je afnemen, is dat wel een hoop geld kwijt, links. Ja, kunnen ze. Met leegstand. Links. Ze hebben woningen nodig, daarom hebben ze de wet leegstand aangenomen. Als een woning niet bewoond is, kunnen ze hem in beslag nemen. En dan geven ze je een aalmoes als betaling voor je woning. Op basis van de waarde. Nee, er moet iemand ingeschreven staan. Dat is het enige om dat te voorkomen. Nee, maar dan moet ik mijn beek uitschrijven. Dan heb ik geen recht meer op die flat. Ik kan niet op twee plaatsen ingeschreven staan. Er moet iemand ingeschreven staan. Praatjes schiet je niks mee op.
Natuurlijk ga je zeggen dat de zone gaat wonen, maar daar zullen ze niet veel mee doen. Ja. Zet hem zo dicht mogelijk erbij. Ga hier naar rechts. Ga hier naar rechts. Ga hier naar rechts. En dan zet je hem hier links. Zet hij met de neus naar voren. Ja, je staat dat de ander niet, je hebt hem niet goed gezet. Maar dan had ik hem hier links gezet. Dan kon je makkelijker daar uit de bocht nemen. Maar ja. Zo, je kan ook daarna naar binnen, hè? Voor naar binnen. Ja, als ik de accu's erin gezet heb, kan ook, hè? Ja, zeker. Dan kan je op je gemak kijken. Als het goed is, kunnen we hem dadelijk uitproberen, daar. Die, wacht even, even wachten. Die kapotte, die moet hier eigenlijk zetten. Ja, daar maar niet. Wacht, hij is verder gebroken. Het zijn toch een steltje idioten om dat te maken van... Pak ik de accu mee, Annie? Ja, toch? Ja. Nee, die moet ook de hoogte. Ja, moet gelijk zijn. Ja, nee, het komt wel goed. Ja, dan gaan we zo snel mogelijk terug. Dan zet ik het erin en dan kun je dadelijk met de rolstoel naar binnen. Ja,